Watje, what's good? What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Ik mag niet meer zo hard schreeuwen van Otje. Want als ik hard ga schreeuwen, dan rent Otje weg. Als ik zo praat, blijft ze gewoon lekker zitten. Dan denkt ze, hey, wat een lieve jongen, kijk. Maar als ik nu zeg maar de video ga openen, rent ze in één keer weg. Dan denkt ze, weet je wat, flikker maar gewoon met je kutvideo. What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. En vandaag zijn we hier weer op... Alright. Otje, ga je doen? Oké, hè? Is het gone. What's good, Kelvin? My name is Kelvin, a.k.a. Kelvin. I kept the power guy back at it again. We got the cars watch. What else do you need in your life, man? You know, it's good. What's happening? Het is vandaag weer een leuke dag. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. I don't fucking care, but you know it's good. Otje, hoe gaat het nou met jou? Je bent inmiddels fucking groot en shit. Kijk hoe dering groot je bent. Look at this. Look how big you are, man. I love you. Je weet dat je mijn favoriete wezen bent op deze planeet. Oké, okay, bye. Hello darkness, my old friend. If you fuck with me, if you want to do this. What a bedard in Barara. I could the party Barara. Oeh. Afgelopen zaterdag heb ik een video geüpload waarin ik veel kleine vind ik echt een fucking mogol. Dat was mooi. Dat was goud. Inmiddels heb ik een reactie van het radiostation ontvangen. Nee, grapje hoor. Ik heb helemaal geen reactie gekregen. Maar ik moet nog wel even een heel belangrijk ding vertellen. Ja, ik weet dat ik niet kan ophouden over Otje, maar jullie moeten even beseffen hoe mijn kat nu naar me kijkt. Als je dit ziet, denk je, ah, oh, niks raars toch? Waar is die kat gebleven dan? What's good? Je krijgt van mij één kans om uit te leggen wat je hier doet. Otje, you just chilling? Otje, jij vindt... Oké. Oké, je wil niet meer met me praten, oké, is duidelijk. Nee, het is goed. Ik dacht dat we een hele goede relatie hadden, maar nee hoor. Het is allemaal duidelijk. Tot zover, zeg maar, huisdieren TV. Jullie moeten even stemmen in de comments, wil je meer of minder Otje? Dat is even belangrijk. Nice dat jullie er zijn. Ik wou nog vertellen over een brief die ik had gekregen. Namelijk, ik kreeg een brief, ik opende hem, ik zag daar hele belangrijke woorden op staan, namelijk join the Kelfam, abonneer op mijn kanaal en volg me op Instagram. Hey, join the Kelfam, it's good, man. Vandaag is het zover. We gaan eigenlijk helemaal niks speciaals doen. We gaan gewoon iets standaards doen. Maar hey, het is wel leuk, dus ja. Vandaag gaan we kijken of iemand, zeg maar, dochter of is of zoon of vriend. Verliefd. Top uitleg. Als ik ooit sterf, dan weet ik gewoon wat mensen op mijn bruiloft, begrafenis gaan zeggen. Kelvin Boerma was een goeie jongen. Maar had één goed minder goede eigenschap. Namelijk het uitleggen van een challenge in een video. Daar was hij koud en slecht in. Rust in vrede. Ik ga vandaag een challenge doen waarin ik een foto zie van twee mensen. Bijvoorbeeld deze twee mensen. En dan moet ik raden of ze verliefd zijn op elkaar. Of dat ze familie zijn van elkaar. Kijk, tegenwoordig is het blijkbaar mogelijk om een relatie te hebben als één persoon 60 is en de ander is 18. Ja, dan mag het gewoon hoor, want dat is goed. En dat vind ik prima, weet je. Als je leeftijdsverschilletje hebt, I don't fucking care, dude. Ik vind het soms lastig om te kunnen zien of iemand, zeg maar, iemands vader is of iemands vriend. Dat is koulo raar. Ik weet niet of je ooit in een situatie hebt gezeten waarin je iemand voorstelde en dat het echt zo was. Oh, jij bent een man van, zeg maar, rond de 50. Oké, is goed. Oh, jij bent een chick van 120. Oké, is goed. Vader, dochter of Nee hoor, dat is mijn vriend. Ja, ik ben inderdaad een vriend. Laat ik je één ding vertellen, dat is prima, weet je. Het is prima als je leeftijdsverschil hebt. Maar jullie maken het me gewoon heel moeilijk. Ja, I can't fucking do it. Ik kan het niet. Kan het niet, ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Laten we beginnen met deze challenge. We zien hier een foto van twee mensen. De linker is een acteur, de rechter is ook een actrice. De linker heeft een baard en ziet er daardoor ouder uit. De rechter is een chickie met een soort van koeien ding door de neus. What are you, a cow? Are you a cow? Ik denk dat deze mensen verliefd op elkaar zijn. Dat denk ik. Want kijk, het lijkt heel erg een groot verschil, maar volgens mij valt het reuze mee. Als deze gast zijn baard eraf haalt, is hij gewoon 26. Deze chick is 21. Klaar. Prima. Hey! You know what's good! Vandaag is de dag, oké? Vandaag is de dag dat ik wederom ga zeggen dat ik alles goed ga hebben. Er komt een dag dat ik alles goed heb en die dag is vandaag. Oké, mocht je trouwens afvragen, yo Kelvin, wat fuck is er met je haar? Nou, dit is maar een kapsel. Deze guy is 34, deze chick is 20, het is wel raar. Het is niet het meest extreme wat ik ooit heb gezien, maar het is wel een beetje... Yeah. Dit is wel, hè, oh. Damn! Jason Statham, dude! Mocht je afvragen wie de fuck die kale gast is, Jason Statham, een van de lijpste Britse, Ierse, Schotse acteurs. Ik weet niet eens wat voor waar hij vandaan komt, maar hey, I don't care. Hij is koud of vet! Jason Statham! I see! Jason Statham is zo'n guy dat als hij... Oh, fucking hell. Jason Statham is zo'n gast met die in een actiefilm speelt. Goed verhaal, man. Ik denk dat zij ook verliefd op elkaar zijn. Die linker chick is volgens mij een of andere model of zo. Victoria's Secret model, I don't even know. Ik weet zeker dat er nu allemaal fashion chicks kijken die denken... Oh my god, weet je niet dat Victoria niet amatora is? Oh, zij is echt mooi. Zij is echt supermodel. Pardon? Ik denk dat zij verliefd op elkaar zijn. Sowieso, Jason Statham, mijn gast. Deze guy heeft miljoenen, hè. Hij kan elke chick kopen, ik zeg je eerlijk. Verliefd, I got this, man.
man. Oh, what's good? Deze Stardom is 50, deze chick is 30. 20 years of difference. Het zou hetzelfde zijn als dat ik nu een vriendin zou hebben van 1. Oh my god. Moet je je voorstellen, je gaat met je vriendin naar een diner toe of zo. Kom je aan met een kinderwagen. Zeg ze, oh, je vriendin kon niet meekomen. Oh, maar heb je kind? Nee, dat is mijn chick. Oké, okay, we got this, Kelfam. We hebben 2 van de 10 goed. Dus op zich, de kans is nog alle kanten op. Maar ga gewoon door. Dit is een, deze gast lijkt gewoon op die gast van net. Dat is echt niet normaal. Maar ik denk dat zij ook verliefd op elkaar zijn. Fuck! Sorry mam, ik wil echt niet de stoel kapot maken. Oh, ik was echt een beetje boos om mezelf, maar ik kan niet zo goed, maar nee. Kut man. Vader 62, dochter 29. Ik zal je eerlijk vertellen, deze guy lijkt niet 62 en deze chick lijkt ouder dan 29. We gaan door. Hoe kan je, of je nou familie bent of verliefd, hoe kan je allebei zo'n verrotte bekken? Sorry Kelvin, je mag mensen niet meer uitlachen. Dat is slecht, dat is slechte karma. Deze mensen zijn sowieso verliefd op elkaar. Ja, want dit is perfect. Dit is echt zo'n oude gast met zo'n dikke neus. Ik ben een oude man, ik heb koud al veel centjes. Deze zijn verliefd. Kut. Oh, 50-50. Ik heb de helft goed en de helft fout. Super chill, man. Echt super chill. Otje, waarom klim je eigenlijk nooit meer in deze fucking krabpaal? Ik heb deze koude ding voor je gekocht. Klim er nooit in. Fuck je. Fuck. Oké, we gaan door. Johnny Depp en een koude jonge chick. Wow, dit is wel gaar, man. Als deze verliefd zijn, dan kijk wat voor bol hoofd Johnny Depp heeft. Kijk hoe zeg maar 14 vibes zij heeft. Ik denk dat zij vader en dochter zijn. Ah! Oh, oké, okay. Het is goed zo. Het is goed zo. Het is duidelijk. Jesus, fuck! Het is goed! Oh, mijn helden! Het feit dat ik mijn hoofd stoot en straks een bult op mijn hoofd heb, is hetzelfde als 1 miljoen euro per maand. Ik verdien het gewoon. Hey! You know? Wie de fuck? Who the fuck are this? Who the fuck are these people? Ik dacht dat we een soort van bekende mensen gingen pakken, maar nee hoor, ik heb geen idee wie de fuck dit zijn. Lijkt me op Oprah Winfrey en Chris Brown. Zie je, als er een alternatief universum ergens zou zijn, waarin elk mens op planeet aarde een soort van hele lelijke variant zou hebben, dan zouden dit Oprah Winfrey en Chris Brown. Zonder grap of grollen, ik denk dat ze verliefd zijn. Familie. God, wat kut. Hoe slecht kan ik zijn? Dit ook weer. Dit is gewoon een man en een chick. Laten we even kijken. Oké, ik denk dat ze verliefd zijn. Ze zien er wel leuk uit met z'n tweetjes. Oh, ze zijn familie. Oh, ik heb het fucking verkeerd. Kelp en beheers je. De agressietraining was duur. Dus maak er gebruik van. Oké, dankjewel. Waarom lijk ik schizofreen? Ja, geen idee. Weer gewoon, hè? Dit is raar. Dit is een koude lang mens en een jonge chick. Ja, that's right. Ja, ik denk dat dit, zeker. Ik kan heel lang omheen lullen, maar één ding weet ik in ieder geval zeker. Kijk, dan gewoon. Ik heb geen idee. Ik denk dat zij verliefd op elkaar zijn. Oh ja, eindelijk. Eindelijk één goed. Maar dit is gewoon puur op basis van een wilde gok. Dus ik kan hem ook fucking blassen in mijn hoofd. Vlogger gaat dood door vlog. Op ijskast. Dit is oké. Now we're talking. Nu gaat het ergens over, mensen. Laten we even kijken wie dit zijn. Dit is Liam Payne van One Direction. That's what makes you beautiful. Lekker met de metro. En dit is die chick uit de jury. Zij is... Oh. Zij is een chick is niet te doen. Cheryl Cole. Hey, Matty, ik zal je eerlijk zeggen. Toen ik een kleine boy was, ik had geen porno nodig. Hè. Ik keek gewoon dit. Ja, oké, ze zijn verliefd op elkaar, dat weet ik. Oh yeah! Nou, 24, 34 is op zich prima te doen. Weet je, dat is 10 jaar verschil. Mensen, we leven in 2018, oké? Okay? 2018 is het jaar van de baby's. Maar daarnaast ook van de oude man-jonge mensenrelaties. Nee, dat is helemaal niet waar. Waarom is dit gewoon een random foto van random 2 fucking random mensen? Hé, hey, geef me mensen die juicy zijn, man. Geef me mensen waar ik iets over weet. Want ik weet helemaal niks over deze mensen. Zij zijn, zij zijn verliefd, Nimi. Verliefd me niet. Ik denk dat zij familie zijn. Wow! Deze mama is 62. Never! Never dat deze mama 62 is. Hè? Ik zeg eerlijk, 62 jaar! Hoe kan... Oh. Ik besef nu iets dat de kans aanwezig is. Dat als Nina en ik in 2000 huppelde pup samen zijn en zij is 62, dat ze er nog steeds uit kan zien als 23. Deze mama, hè! Deze mama! How is it possible? Melfi alert! Ik wil even zeggen dat ik jullie heel erg dankbaar ben voor het kijken van deze video. Ik ga eventjes deze mail verder onderzoeken. Hopelijk vinden jullie de video van over een paar dagen ook weer leuk. Want het is echt vet. Abonneer op mijn kanaal. Join de Kelvin met z'n geur. Zo is nice. Hey, cards, watjes. En ik zie jullie later weer. Hey, what's good? Hey!